Hoi, ik ben Envy, ik ben 11 jaar oud en kom uit Heerlen. Ik vind de super dikke meester Jaap leuk, omdat het zijn grappige en spannende leuke verhalen. Ik hou van spannende en grappige verhalen. De schrijver is Jacques Vindt en de tekeningen van Annette Schaal. Hij is bekroond door de Nederlandse kinderjury. Dit is dus de voorkant. Ik vind meester Jaap best, vind ik leuk, omdat er vaak gepest wordt. Daar ga ik een klein stukje over lezen. In de pauze doet Steven mee met basketballen. Kom op, zegt Lieke. Benjamin slaat de bal uit zijn hand en roept, man, stop er een rotje in je reet. Ineens wordt Steven kwaad en geeft Benjamin een dreun. Die willen hem natuurlijk aanvliegen, maar juffrouw Franca van groep 6 komt tussen beiden. Naar binnen, zegt ze. Op hetzelfde moment gaat de bel en alle kinderen gaan naar binnen, net zoals hun. In de gang dromen Benjamin, Daan, Lieke en Marloes om Steven heen. Sloom konijn met je duffe broek. Moet je die bij de broek zien? Zeker voor zijn pamper. Ineens horen ze achter zich de stem van meester Jaap. Zo is het wel genoeg geweest, zegt hij flink. De kinderen schieten snel de klas in. In de kring commandeert meester Jaap. Eén voor één kijkt hij de kinderen aan. Droog fluistert tegen Jeroen. Attentie, allemaal in dekking. Hij blijft minutenlang stil. Dan begint meester Jaap terecht langzaam te spreken. Ik wil het eens hebben over die haren van Benjamin. Veel te lang. En dan is het afgelopen. Ik hou, dit is een klein stukje erover. Als jullie meer willen horen, dan zou ik deze boek lenen aan de bibliotheek. Of, ja, hopen.